Welkom, ik ben Geltjan Peters en in dit korte filmpje zal ik laten zien hoe je een itemanalyse uitvoert in Jamovi voor onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek. Ik had bedacht dat we als dataset opvoedstijlen en alcohol konden gebruiken, want die wordt tenslotte ook gebruikt in de cursus. Die heb ik al eerder geopend, dus ik kan hem nu snel openen. Als je een itemanalyse wil uitvoeren, dan zit dat bij factoranalyse. Dus als je je dataset hebt geopend, dan klik je op factor en dan klik je op reliability analysis. Vervolgens klapt het dialoogje uit waar je de itemanalyse kunt specificeren. Daar selecteer je dan vervolgens de items die bij de schaal horen. Bij een itemanalyse is het idee dat je kijkt naar de samenhang tussen verschillende items binnen één meetinstrument. Dat is vooral zinvol als je een duidelijk idee hebt over hoe die moeten samenhangen. Bijvoorbeeld als je een zogenaamd reflectief meetmodel gebruikt, waarbij het idee dus is dat de scores op de items worden bepaald door een onderliggend latent construct in het hoofd van mensen, dan kan het zinvol zijn om zo'n itemanalyse te doen. Als je een formatief meetmodel hebt, bijvoorbeeld dus als je sociaal-economische status meet, of welzijn, of veel andere variabelen die eigenlijk meer een index zijn, waarbij je dus meerdere items hebt die verschillende aspecten van iemands leven bijvoorbeeld in kaart brengen, maar waarbij het idee dus niet is dat die scores allemaal causaal het gevolg zijn van één specifiek latent construct, dan is itemanalyse minder zinvol. Het kan nog steeds nuttig zijn om uit te voeren, maar je benadert het op een andere manier. Dus hier gaan we ervan uit dat we een aantal items hebben die allemaal hetzelfde meten. Bijvoorbeeld. Deze warmth involvement schaal van parenting, van opvoedingsstijl. Dus ik selecteer de items die ik wil hebben. Dat kan met shift. Je kunt ze ook één voor één selecteren, maar je kunt ook eerst de eerste selecteren. En dan naar de onderste. En dan terwijl je shift ingedrukt houdt, de onderste selecteren, dan pakt hij ze allemaal. En die verplaatsen we naar items. Door hoe Jamovi werkt, zie je dan gelijk, dat zie je hier ook rechts, zie je gelijk dat de output aanpast. Dus daar kunnen we zo naar kijken. Vervolgens kunnen we aangeven wat we eigenlijk allemaal willen hebben. In dit geval willen we, nou ja, zoals ik al eerder aangaf, zoals in de cursus staat, coëfficiënt alpha, oftewel Cronbach's alpha, heeft een aantal strenge vooraannames waar je niet altijd aan voldoet. Het is ook de standaard interne consistentiemaat die nog steeds in veel softwareprogramma's zoals SP6 zit, dus daarom is die ook hier standaard aangegeven. Meestal is McDonald's Omega beter te verdedigen, dus die vinken we aan. In dit geval zijn we niet geïnteresseerd, tenminste ik ben niet geïnteresseerd in het gemiddelde en de standaarddeviatie van de schaal, dus die twee vink ik niet aan. Ik ben ook niet geïnteresseerd in de coëfficiënt alpha of omega als ik een item uit de schaal zou droppen. Als je dat wel bent, omdat je bijvoorbeeld bezig bent met de ontwikkeling van een schaal, in plaats van het verifiëren van de validiteit, dan kan dat natuurlijk wel interessant zijn, aangenomen dat je doel op dat moment is om die interne consistentie te maximaliseren. In de praktijk, zelfs als je een reflectief meetmodel hebt, waarbij het idee dus is dat de scores op de indicatoren kausaal worden bepaald door één onderliggend construct, is het wel vaak zo dat je de verschillende items zo selecteert dat ze verschillende delen van dat construct in kaart brengen. Dus dat betekent dat je soms een item hebt wat lager correleert met de andere items dan de rest van de andere items, maar dat je toch wil behouden, omdat het enige item is wat dat specifieke aspect van het construct meet. Sterker nog, als je 4 items hebt en 1 item daarvan meet 1 deel van het construct en die andere 3 meten een ander stukje van het construct, dan volgt daar natuurlijk al uit dat het ene item een lagere, iets lager samenhangt met de rest van de items en dat je dus je interne consistentie kunt verhogen door dat item te droppen. Maar dan zou je tegelijkertijd je validiteit verlagen. Dus dat is een beetje hoe je daarover nadenkt. In dit geval is het handig om naar het gemiddelde en de standaarddeviatie van de items te kijken. Dan kunnen we bijvoorbeeld kijken of coëfficiënt alpha zinnig is. En de item-restcorrelaties vind ik ook maar aan nu ik toch bezig ben. De correlatie heatmap is handig omdat we dan kunnen kijken hoe sterk die items met elkaar samenhangen. Dus dat vinken we aan. Hieronder kun je eventueel aangeven als je reverse scaled items hebt, dus gespiegelde items. Vaak ontspiegel je die zelf van tevoren en neem je dan de ontspiegelde versie. Want uiteindelijk wil je je schaal aggregeren. En voor dat aggregeren gebruik je meestal toch de ontspiegelde versie. Maar mocht je dat er niet gedaan hebben, dan kun je hier aangeven of je gespiegelde items hebt. En dat was het. En dan kunnen we dit ding weer inklappen. En dan kunnen we deze wat groter maken.
Dan zien we hier dat deze 7 items samen een interne consistentie hebben van ongeveer 0,77. Je ziet hier dat coëfficiënt alpha en McDonald's omega grofweg gelijk zijn. Dat impliceert dat we best wel eens zouden kunnen voldoen aan die aannames van coëfficiënt alpha. Je ziet hier dat de gemiddeldes van de items ongeveer hetzelfde zijn. De eerste en de zevende zijn wat hoger. De rest is wat meer vergelijkbaar. We zouden nu apart de betrouwbaarheidsintervallen voor de gemiddelde kunnen berekenen. Sterker nog, dat zouden we zelfs niet uit ons hoofd kunnen doen, maar met de gegevens hier. Want we weten, dat zie je hier linksonder, dat er 241 rijen in deze dataset zitten. Dus we hebben 241 deelnemers. We zien hier de standaarddeviatie staan. En we weten, jullie ook natuurlijk, want dat weet je allemaal nog van inleiding data-analyse, dat de standaardfout van het gemiddelde gelijk is aan de standaarddeviatie gedeeld door de wortel van de row count. Of de wortel van het aantal deelnemers. Dus in dit geval, als we de wortel van n nemen, de wortel van 241, en we delen die standaarddeviaties daardoor, dan hebben we de standaardfouten van het gemiddelde. Die kunnen we dan grofweg vermenigvuldigen met 2, en die kunnen we aftrekken en optellen bij het gemiddelde. En dan krijgen we het 95% betrouwbaarheidsinterval. Dus we zouden hiermee al kunnen kijken hoe groot de kans is dat die gemiddelden ongeveer, hoe groot de kans is dat die gemiddelde, dat deze gemiddelden in de steekproef zijn getrokken uit een populatieverdeling van gemiddelden die eigenlijk hetzelfde zijn. Dat zou je ook kunnen doen door die natuurlijk te bestellen in R of Jamovi of SP6 en daar dan naar te kijken. We zien hier dat de item-rest-correlaties in dezelfde range zitten ongeveer. Dat eerste item heeft een iets lagere item-rest-correlatie, maar ook niet superveel lager. Ik bedoel, die item 6 en 7 die zijn ietsje hoger. Maar het verschil tussen item 5 en item 6 bijvoorbeeld is een stuk groter dan het verschil tussen item 1 en item 6. Zoals je hier al een beetje aan merkt, er zijn niet echt harde richtlijnen. En dat is ook goed, want constructen hebben verschillende breedtes. Je hebt verschillende redenen om te veronderstellen dat items sterk of minder sterk samenhangen. Dus in principe stuur je heel erg op idealiter wat de ontwikkelaars van de schaal hebben aangegeven. En als die niks hebben aangegeven, dan kijk je naar eerder onderzoek wat als valide werd beschouwd. Dus als dit meetinstrument is toegepast en daar gaven de auteurs aan, dit is valide. En die item-rest-correlaties en gemiddelde en standaarddeviaties zaten in de buurt van deze. Als de ontwikkelaars van het meetinstrument verder niet hebben gespecificeerd waar jij naar moet kijken als je wil weten wat valide is, dan gebruik je dus die eerdere bevindingen. Tot slot zien we hier de heatmap van de correlaties. Daar zien we dat één correlatie springt er een beetje uit, vind ik. Dus dat is die tussen items 5 en 2. Die is 0,64. En de rest is allemaal wat lager. Ik zou nu, als ik dit in het echt zou doen en ik had dat bij de hand, zou ik gaan kijken naar die items en kijken van, snap ik dit patroon? Snap ik waarom het logisch is dat die wat sterker samenhangen? Stonden die vragen bijvoorbeeld naast elkaar op dezelfde pagina, dan zou het gecorreleerde meetfout kunnen zijn. Of meten ze een beetje hetzelfde aspect? Ik zou me dan afvragen waarom die twee items dat aspect samen meten en waarom de andere aspecten kennelijk elk maar door één item zijn gemeten. En dat kun je dan als het goed is terugvinden in de onderbouwing van de auteurs van die schaal. En dat is eigenlijk de itemanalyse. Hadden we nog wat? Nee, we hebben niks meer. Voor een groot deel komt het dus aan op redeneringen en onderbouwingen. Dus er zijn, er zijn natuurlijk wel foute of goede keuzes die je kunt maken. Maar als je in het echt onderzoek doet, dan doe je dat natuurlijk nooit in je eentje. Dan doe je dat met een heel team aan onderzoekers. In elk geval meestal 1, 2, 3 anderen. En dan bespreek je dit soort dingen. En dan besluit je, wat doen we hiermee? Waarom vinden wij dat rechtvaardig? En dat documenteer je dan. Dus dat zijn de belangrijke, dat is het belangrijkste eigenlijk om goed te doen. Dat je goed onderbouwt, rechtvaardig documenteert waarom je de keuzes maakt die je maakt. En dat was het met de itemanalyse. Dankjewel voor jullie aandacht.